Bastiaan handelt al jaren in illegaal vuurwerk. Via Telegram handelt hij al enkele jaren in het extreem zware en populaire speel. Zware knallers zoals Cobra 6 en Cobra 8 en Shells. Het vuurwerk slaat hij op in een garagebox in een woonwijk. Net naast een basisschool en in de kelderbox in de flat van zijn oma. Op die manier wordt zijn vuurwerk niet zo makkelijk gevonden wanneer hij gepakt wordt. Via Telegram kan Bastiaan klanten door het hele land bereiken. Zij komen het vuurwerk ophalen op plaatsen vlak bij de opslagplekken van Bastiaan. Sommigen van hen komen het vuurwerk ophalen met de trein, anderen komen met de auto. Op een dag wordt Bastiaan gepakt door de politie, die zich voordoet als een koper van het vuurwerk. Ook zijn opslagplekken worden na lang onderzoek door de politie uiteindelijk gevonden.